De man die alles kan poelen. Het is je boy Matthijs. Gewoon een gekke slof. Het is, het is helemaal een dingetje. Ja, het zit ook heel lekker. Oh, dat zie ik nu. Wat cute, Nijntje. Weet je ook hoe die blakkanijn heet? Nijntje. Nee, je zit wel in de buurt. Nina. En dat bedoel ik, Nina. Ja? Oh, dit is echt een donkere nijn. Dit is een donkere nijn en die heet Nina volgens mij, als ik het goed zeg. Ik heb ze allebei. Die witte en die bruine, ze hangen allebei in Novi's bed. En het is heel een mooie, ja toch? Eten, we gaan eten, we gaan eten. Wat ga ik eten? Er is niks. Het komt er zo aan. Wat er? Er is niks. Er is wel wat. Zo over ja. Je kan gewoon alvast een crackertje pakken hoor. Aan de kant nou, zei ik. Nee, dat weet ik wel. Lurpak boter wil ik. Met dit. Is het honing wat je erop doet? Nee, olie. Olie. Jemig man, en dicht slippen die aderen hoor. Die eet een geroosterde boterham, dan smeert ze boter op, dan gaat er olie op en dan gaat er zout op. Het klinkt lekker, maar het is echt like a recipe for death and diabetes. Maar ik heb nog iets in mijn achterbak liggen van dat event van laatst. Ik heb zo'n zin om dit uit te pakken. Ik vind dit dus echt dik. Wow, wat? Ik vind het echt heel vet. Dit is super vet. Pikachu go light wel. Voel ook even. Holy. Oeh, hij is lekker zacht. En ze is warm, hij. Oh, zo. Wow, dat is die verwarming. Ja, in die auto achterin toch? Zwarte waggie, dus ja, dat trekken we aan. Zo, dat gaat recht door je ziel uit deze Pikachu, man. Maar wil je deze neerzetten dan? Ja, ik denk bij Wes achter op zijn kantoor. Hij mist nog wat in die open isjes van mij. Wie heeft dit bedacht? Nou, dus Ari en Lisa hebben toch iDo en dan werken ze samen met kunstenaars en die maken dan beelden en dan gaan zij dat dan 3D reality maken. Dat is toch geinig. Dit was met die tentoonstelling. Dit was met die art show. Ah, dat bedoel ik. Volg mij. Yes. Kijk, hier staat Mojo Jojo, die is ook van de. Oh ja, oh ja. Maar die staat daar wel leuk. Excuus, Emma. Ik weet alleen niet of deze diep genoeg is, dit nestje. Oh, of die daar op past. Oh, het kan wel. Ja, het kan. Het kan gewoon. Ik denk wel dat deze dan ergens anders moet. Dat is oké. Die moet dan hier. Deze moet hier, ja. Maar kan, doe maar ja, hè. En deze, dan moet ik even nog kijken. Misschien moet deze gewoon hier op zijn bureau. Kijk, dat is van wie? Ik ook voor favoriete familie. Nou, er moet alleen maar een nieuwe familiefoto in. Dit is echt old. Moet je kijken, joh. Dit is... Nee, er moet iets nieuws in. Steentje erbij. Nou, kijk, dit is enig. Ja, dit deze. Is horen, wat doen we? Waarom hebben we deze schelp? Toen zei ik, deze heeft je zoon gevonden op een strand. Oké, dat heb ik meteen. Misschien moet ik hem weer teruggeven aan hem. Het staat hier vet, hè? Ja, die heel vet. Echt heel vet. Ik vind dat leuk. Ja, toch? Ja, heel leuk. Hij past erin gewoon helemaal. Ik had ook verwacht, misschien niet genoeg ruimte hier, maar perfect. Helemaal goed. Top. Oké, kom, we gaan weer doen. Yes. Hoe doet ze dit? We vergeten iets. De staart. Oh, oké, okay, en dan past hij er weer niet. Oh my god. We gaan terug. Dan is het helemaal lekkage. Ja, dan. Hè? Dan is het een dingetje hoor. Hold the animal. Want ik perforeer dit spontje. Hoe doe je dit hoor? Dat vind ik wel spannend. Je kunt het ook zien. Jij kan het beter zo krijgen. Oké, dan moeten we dus zijwaarts. Het kan! Hij kan, hij kan. Hij kan. Hij kijkt ook lekker naar buiten. Het is gelukt. Het is toch gelukt. Ja, phew. Ik vind het toch eigenlijk mooier staan ook. Hij staat vetter. Oké. Het teentje is wel een tikkie afgrond. Like in maybe, toch? Van. Spiegel jongens, we hebben weer iets gekozen. Kijk, dit is een beetje wat ik nu heb. En dan kan je wat donkerder gaan, maar dan zit je safe. Ik zei chocolade. Chocolade. Ja, we gaan echt voor dit hoor. Statement, zo noemen we het. Statement. Ja, want het is echt lichter geworden. Wist ik niet dat je haar ligt gewoon op. Want blond en zo, dat werkt. Dat heeft helemaal een wiskundige formule, maar dat is gebeurd dus. Maar dat komt er dus nu ook wel een keer weer doorheen. Maar wanneer stopt dat? Als het gewoon uit je haar is gegroeid? Ja. Maar we zitten wel, ik denk dat het blond echt niet meer, het zit op de helft van mijn haar. We zijn nu al een tijdje een no blond show. Ja, maar, oh ja, zoek dit. Ja, zoek je dit? Ja, er zit nog wel wat, maar het is niet meer. Waar zit het, waar stopt het?
Oké, okay, we zitten op 1/3 dan. Oké, okay, de helft. Dat vind ik echt goed. Dat vind ik ook. Maar nu beginnen we weer opnieuw. We zijn nu weer bij het begin. Nee, maar ik bedoel, dit is geen blond, toch? Nee, oké, okay, maar wel geverfd. Ja, maar dit is oké, okay, joh. Ik moet deze coupé van jou laten zien. Wat vind je van dit haar? Kijk dit haar, kijk dit haar. Ja, dit is wel heel mooi. Ze heeft wel veel dikker haar dan dat ik heb. Maar ze heeft dus helemaal leuk. Kijk het haar. Dat is leuk, die kleur is ook leuk. Nu. Nee, niet nu. Nee, want ik moet lang haar hebben voor die rol. Maar dit is wel iets wat we gaan doen in de toekomst, hoor. Dit is wat ik wilde. Dit wilde ik. Ik wilde. Ach, ik word zo blij. Ik word zo blij. Kijk jongens, wat een haar. Anderhalf jaar geleden zat ik met een bob. Blond. En ik zei, ik wil lang haar, ik wil donker haar. En ik heb het gemanifesteerd. Nou, eigenlijk heb jij het gewoon geverfd. Ik wil zeggen, ik heb het gemanifesteerd. Zo is het niet helemaal gegaan. Oh my god. Ach, wat heerlijk. Ik kan er eeuwig naar kijken. Dat is gek. Ik zou zo mezelf trouwen. Prachtige kleur. Ja. Chocolate. Nou, jongens. Maar is het grijs? Ja, een beetje op de achtergrond. Het is er nog wel, ja, maar gewoon. Het zit er nog. Het is gewoon slijt. Dus van, hé, word jij grijs? Beetje. Super erg, maar dat. Ja, geweldig. Mijn man gaat dit helemaal mooi vinden. Ja. Ik denk het ook. Niet dat we het voor hem per se doen, we doen het voor onszelf, maar je weet toch. Lig je met Poppy? Poppy? Wat een succes is deze pop toch, hè? Is jouw Poppy? Ja. En hoe geef je Poppy een kus? Ja. Geef jouw Poppy wel eens een kusje? Ja. Doe maar dan. Mwah. Geef maar een kusje. Kijk even, dan moet ik wel even goed vasthouden. Even kijken hoe ik dat doe. Ja, al moet ik het doen? Ja. Mwah. Ja. Mwah. Vind je van mijn haar dan? Ik heb mijn haar gedaan, hè? Vind je het mooi? Ja. Mm. Ja, Poppy heeft ook mooi haar, maar het zit wel allemaal onder een muts. Dus... Oh, hij slaapt nu al. Knap, je hebt hem net ingelegd. Ik doe niet, ik heb een gesprek met ze. Voor alle meiden die nu kijken, vrouwen, dames. Als je in een relatie zit, kort of lang, maakt echt niet uit, maar het is... met een man en je gaat naar de kapper, dan kun je maar beter instellen op het feit dat ze iets zeggen als: wat is er gebeurd? Wat hebben ze gedaan? Ik zie het niet. Vind je dat vervelend? Ik vind het niet vervelend, maar ik wil andere mensen erop voorbereiden dat mocht je zitten te wachten op een compliment of een enthousiaste reactie, weet dan dat die kans er is dat die niet komt. Bij deze een heads up. Ga naar de kapper en zeg niks als je binnenkomt. Ja, hoi, hoe was je dag? Kusje erop. En verder gaan met je leven. Want ik kan je vertellen, dat doet de man ook. Kijk nou, mooi bossie binnengekomen. Van Stichting Hart en Kind. Vandaag is het nieuwsbericht eruit dat ik ambassadeur ben van de Stichting Hart. Eerst wat de F. Ik denk niet dat alles zonder vlekken blijft. Zeker. Maar als je dan vlekken maakt, dan vind ik, haal een doekje eroverheen en haal het weg. En ik heb in de afgelopen jaren heel wat aanvragen daarvoor gehad. Je bent een bekende Nederlander, je hebt een platform en voor stichtingen, of goede doelen, is dat natuurlijk interessant om een gezicht eraan te koppelen. En ik heb met mooie doelen al samen gewerkt. Maar nooit voelde ik echt die dusdanige match. Ja, hier wil ik me echt voor lange termijn aan koppelen. Iets wat heel erg dicht bij mijn hart ligt. En nou, dat was met Hart en Kind meteen wel liefde. Op het eerste gezicht, om het zo maar te zeggen. Omdat ik natuurlijk weet wat de stichting doet. En ik heb van dichtbij gezien hoe hard het nodig is. Met donaties nog meer onderzoek te kunnen doen. Om verder te kunnen kijken hoe dingen kunnen worden voorkomen. Dat bij de 20 weken echo het niet zichtbaar is. Nou ja. Iets waarvan ik denk, dit is waar ik me aan wil matchen, aan wil verbinden. En nu hoop ik dat ik mijn hart kan maken. Nou, ik weet dat dat zeker kan. Andere ouders en dus uiteraard ook harte kindjes
te kunnen helpen. Ik moet het even in een vaas gaan zetten, dit. Ik heb geen zin. Ik ga vroeg naar bed. Ik ga straks douchen en nog gezicht schoonmaken en dan ga ik naar bed. Oké? Dan weet je dat. Ik ga zo naar bed. Oké. Dankjewel. Dan ga ik sommige dingen gewoon niet doen. Pas morgen. Soms deze spenen reinigen en zo. Gewoon dingen dat ik denk, laat maar. Je moet ook gewoon soms kiezen voor jezelf. Maar die vlek, die gaan we wel weghalen. Sowieso, G. Natte doek, zeep, beetje er tegenaan, deppen. Weet je, dat het gaat schuimen. Ja, zo ben ik. En er gaan vlekken komen. Gebruikssporen horen bij een huis. Maar ik vind, als je iets vies maakt, dan ga je meteen... Maar ik snap het ook, hè. Dit kan ook gewoon... Soms zie je dingen niet, want kinderen... Druk, Novi. Die shebang of zijn zus door hoofd. Dan ben je toch, ja, daarmee bezig. Ja, Frankie die gaat naar school. Die gaat fietsen. Kijk, met een besje. Doe maar happen. Ik wil niet een besje. Zonder het besje? Nee. Zonder het besje. We gaan niet met het besje, ja. Is heel lekker hoor, havermoutjes met blauwe bes. Ja, echt lekker altijd. Blauwe besjes. Oh, dat is heerlijk. Kijk. Nee. Ik vind het wel lekker hoor. Ja. Hij had ook een portie gemaakt voor Frenkie, maar hij had met zijn neus gekeken in de koelkast. Dus die portie deed ik zo wel op hem. Ik zei, kijk, okay, geniet je haar. Is die top? Ja. Oké dan, toppie, toppie, toppie. Wil je ook een blauwe bes? Dan word je groot van, hè? Jij wel, hè, met de bes. Nou, ik doe je. Doei, doei, Frank. Rijd voorzichtig, fiets voorzichtig. Ja. We love you. Love you, doei nou. Doei, doei. Doei Harley. Doei, doei. Zeg je nog doei Frankie? Doei Frankie. Doei Harley. Doei. Doei. Hou van je. Het gaat er wel in hoor bij Harley. Oh, zit maar gewoon een beetje rustig nog. Het was alweer een ochtendje waar je veel te zeggen had, hè, Novi Jax? Ik ga bij jou slapen. Je ging bij mij weer in de ochtend, kwam je langs. Maar jij slaapt nooit. Wat jij doet is, jij doet je knieën, je hoofd, je pols, heel veel doe jij. Maar niemand slaapt echt. Zelfs jij niet. En dan doe je zo op mama's hoofd, pas. Dan ga je kletsen, hoi, ik heb wakker. Maar het is nog vroeg. Ik ga je de volgende keer terug naar je bed sturen, oké? Nee. Je gaat zien. Jij slaapt echt uit, hè? Lekker uitslapen, hè? Hé, hey, wat doe je nou? Hé, hey, wat doe jij nou? Niet met de voetjes, schat. Ik klap. Ga maar normaal zitten. Kom. Kom, wacht man. We gaan niet vechten, vrouw. Echt waar. Nee. Echt waar. Nee. Echt waar. Kijk, Noof, als we eten, doen we een beetje rustig. Daarna kunnen we... Precies. Daarna kunnen we stoeien. Nee, stoeien vechten. Vechten, stoeien, oké. Vechten, stoeien. Ik wil het de mes. Geen bes? Nee. Okay, alleen een appeltje. Appeltje, oké. Okay. Ik ben altijd zo... expliciet in wat je wil, hè? Ja, jij bent toch gewoon een beetje zoals de wind waait. Oh, je mond is nog niet eens leeg. Zullen we eerst kauwen? Nam, 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 nam. Top, leeg? Oké, dan, duimpje, duimpje. Ja. Hebben we ook neusje, neusje? Neusje, neusje. I love you. Jij hebt neusje, neusje. Neusje, neusje. Och, gosje toch. Ik ben hier pijn. Nah, nee. Jeugdig. Een jeugdig talgknietje. Ja, toch? Ja, toch. Precies, ja. Daar zit het allemaal ding. Ja. Daar zit wel pijn. Ook niet. Nee, ik heb geen pijn. Ik heb alleen pijn Nee, ik heb niet pijn. Nooit. Soms wil je dingen zeggen van, ik heb pijn als je zo vroeg in bed komt. Maar dat hoeft niet, weet je. Happy? Met een bes? Jij wel, hè? Niet een mes. Een bes, bes. Mes? Nee, niemand pakt een mes hier. Het is zo'n focus dat hij echt gewoon denkt, fuck you, en jullie aanvragen over de airco. Ik ga niet zo goed. Ik werd al gevraagd, hij wil wel eens gewoon lachen. Ga je bellen? Ja. Oh, hij hoort wel, hij lacht. Ja. Hoor je ons gewoon? Nee. Maar of het de airco... Zijn we soms gewoon op? Of de airco uit mag, heb je dat ook gehoord? Oh, dat heb ik niet gehoord. Ik ga stop! Meisje, het is helemaal koud, joh. Ja, meisje, ik vind het wel. Als je wat geappt, dan heb je dat ook. Nee, bellen sneller. Maar de VR, je zit tegenover me. Ja, maar dat is precies... Nou, gooi gewoon een prompt volgende keer of zo. Maar Sanne zit al met haar hoofd in China en Vietnam. Morgen gaat ze 3 weken backpacken. Maar jij hebt een trui aan. Heerlijk! Ik vind het heerlijk. En dan doe je zo een beetje zo je mouwen opstropen. En dan is het zo van, kijk, mij is zomers zijn. Ik vind het overdreven. Dat kun je wel zien, dat is hij. En daarom zingen we blij. Een leven lang hoera.
28. Wauw. Je moest even nadenken. Ja. Je moest echt nadenken. Dat is ook niet zo raar, toch? Dat is op geen moment. Lekkere taartjes. Lekkere taartjes, neem ons mee. Verschillende varianten. Ik had gezegd tegen de vrouw bij de bakkerij, ik zeg mevrouw, u weet er alles van. Leg er 8 lekkere stukken in. En dan vergeet u zelf niet. Dus dit is altijd. Ik ga eens even kijken. Nou, jij bent jarig, jij bent als eerste natuurlijk, hè? Ja, ik weet het dus niet. Ik wil denk ik... ik wil die met die aanrijden, denk ik. Goeie keus, die wou ik niet. Maar neem je nou weer omdat je denkt fruit, dus in de zee. Nee, ik hou van een vruchtje. Hou je van een vruchtje? Ja, dat is zo. Misschien ook iets geven, kroos. Maar je wilde deze. Je doet heel dominant. Je loopt naar voren. Vraag je van wie wil, wat wil de rest? Ik ga gewoon even kijken. Wil de hij staat zo dichtbij. Dus... Wil de helft ook denken? Ik ga gewoon kijken. Ja. Klauw erin. Ik mis wel een halve tompoes. Je bent er nog niet uit? Wil je delen? Ja, ik wil wel delen. Eigenlijk snap ik niet, maar... Oké, met iemand? Ik ga er niet meer onderuit. De halve chocobol. Jij wil er een halfje van... Waarom maken we dit zo moeilijk, hè? Ja. Yeah. Kijk, dit krijg je als je dus allemaal verschillende lekkere stukken erin legt. Wat is dit dan? Dat is chocolademousse. Dat is gewoon een soort van een hele gladde hondendrol met een garnituur. Heerlijk. Ze gaat op vakantie. Oh jongens, wat een moment. Zo van, zal ik, het is nu 4:15. Ja. Je moet op een hoop doen. Nog even eens zonder bakje klappen of je bent klaar ermee. Ik ga nog wel, denk ik, vanavond. Ja, toch? Ja, het is wel een klap mezelf eronder. Maar als een tos die er is. Het is wel echt lekker, toch? En, wat wou ik zeggen, ze hebben één hotel maar geboekt en de rest ziet ze daar wel. Dus het gaat lekker zo... Backpacken. Backpack life. Lekker socializen met mensen. Ja, dat is heel goed. Maar je bent met je bestie, dus het hoeft niet per se. Nee, maar dat is eigenlijk... Ja, oké. Nee, maar ik hoor dat als je een klein groepje reist, of sowieso als backpacker, dan ga je... Gegarandeerd met heel veel mensen praten, want je gaat vragen... Hé, er zijn ook een paar mensen vragen waar zij die scooters gehuurd hebben. Dus je komt heel vaak in gesprek. Gladde best. Zij gaat allemaal terugkomen met allemaal nieuwe followers. Wel goed insmeren. Nee, serieus? Is wel waar. Het was niet bewolkt. Als ik ze ging kijken, was niet zo bewolkt. Nee, maar ook als het was niet zonnig. Als je gaat wandelen en backpacken, op zo'n scootertje denk je al snel... Ik heb een hoedje en dat is wel... Verraderlijk. De zon is verraderlijk. We zijn er zo meteen, hè, mensen, met Nienke Plas en met heel veel meer, een uur lang. Blijf je even lekker plakken? Ja, precies. Ja. Dat zat als eerste vraag. Kun jij eens... Jullie gaan eerst over ons lesbische verleden hebben. Nou, leuk. Ja. Zet dan gewoon je radio aan. En ik zeg, luister mee. En hits maar lekker mee. Groot applaus voor Nienke Plas in de house. Dank. Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden. Leuk nummertje, goeie tune. Leuk, hè? Vind je het leuk? Ja, ik vond het heel erg leuk. Nou, het maakt voor ons ook wat, je zingt wat, hè, toch? Ja, soms wel. Om zo meteen over te hebben natuurlijk. Fijn dat je er bent. Ja, leuk dat ik er ben. Irene, jij kent deze dame. Ja, ik zal je vertellen. Dit is jouw lesbische vriendin. Dit is mijn lesbische vriendin. Ja. Althans, in de film. Wij speelden in Elvie's wereld So Ibiza. Echt een eeuw geleden. Mm-hmm. Wij kenden elkaar niet, maar we hebben elkaar goed leren kennen. Ja, wat is Stichting Hartekind? Ja. Nou, dat kan ze beter zelf doen. Nou, Stichting Hartekind. Ik werd er aan geïntroduceerd. Toen wij met ons dochtertje zelf in het ziekenhuis waren. Zij is geboren met een hartafwijking. Mm-hmm. En Stichting Hartekind, die maakt zich hard voor alle kinderen in Nederland met een hartafwijking. Dat zijn er best veel. Wist ik ook niet. Daar kwamen we natuurlijk achter. Wanneer zelf in zo'n rollercoaster zit. En zij willen gewoon de bekendheid groter maken. Omdat er gewoon zoveel onderzoek nog nodig is. Omdat hartafwijkingen bij kinderen onder de 15 doodsoorzaak nummer 1 is. Dus er zijn veel te hoge cijfers en het moet allemaal beter. En de kwaliteit van het leven moet beter. Dus er moet gewoon veel meer aandacht voor komen. Wat is de website eigenlijk? Moet je nog even noemen? Nou, dat is hartekind.nl. Ja, gewoon in Nederland. We zijn gewoon hier. Ik ben best om te proberen, want we kunnen jou ook met je kindje overkomen. Zometeen veel meer nog. Ah, van die plaatjes waar je zegt, waarom draaien andere zenders dat niet? Ja, maar zo gaat dat. Nou, Janine, ga nou weer eens een plaat maken, kind. Want er zit er veel tijd tussen weer. Ja, dat klopt. Maar ik vind wel, muziek, daar kan je niet even tussendoor doen. En ik heb wel ook andere dingen die ook heel veel tijd vragen. En ik wil het goed doen. Dus ik vind wel een paar dingen... Kan je focussen, maar niet te veel. En dan ook nog een theatershow wat nog even afgemaakt moest worden. Ja. Maar er is een award ontvangen deze week. Er is een award voor award. Ja, voor die. Zoek maar wat. Ja, voor die show. Ja. En welk award is dat, Nienke? Dat is de Platina
Ticket Award. Mag ik best even voorklappen met ja, we, ja, nou. Dank. Ja, hoor. Ja. 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 Voor meer dan 50.000 kaartjes die er verkocht zijn. Is dat allemaal wat te combineren met zingen en... Nou, dat zeg ik, dat zing ik dus even niet. Maar, nee, maar ja, daarnaast heb je die Instagram die heel populair. Kinderen ook gewoon. Kind, ja. Dus, dit is veel. Je. Maar weet je, je krijgt wat je aan kan. Het gaat allemaal goed, dus ik blijf lachen. Wat is het dan alweer? Kom maar kijken. Wat ben je moeder? Moet ik het dicht maken? Ja, kom. Hallo. Hallo, of hallo meid. Zelfs aan doen, kom. Ja. Weet je hoe je beter dicht gaat, Harley? Als je niet eraan zit, dat sowieso. En een kusje. Voor jou. Mag je schaar? Dank u wel. Voor jou. Hier, Harley. Voor jou een schaar. Wat vrijdag is. Doei. Doei. Maar open. Kun jij het ook openmaken dan? Ja. Probeer maar hier, kun je zo even losmaken. Mama heeft dat gekregen omdat... Is je nog wat Harley geopereerd? Waar was hij geopereerd? Aan de? Aan de? Hart. Aan de hart. En nu gaat mama ook andere kindjes helpen die ook iets aan hun hart hebben. Ja. Dat is een moeilijk woord voor ambassadeur. Zeg eens. Ambassadeur. Ambassadeur. Precies. Van de Stichting Hartenkind. En toen kreeg ik dit boekje. Het maanmannetje. Verhaaltjes en liedjes voor het slapen gaan. Download gratis app met gesproken meditaties. Dat is mijn. Wat van ons? Van ons toch? Dat is nodig. Mindful Parenting Expert Charlotte Lecon Klein, moeder van 4 kinderen. Oké, dan ben je sowieso een expert al. Bedacht het unieke concept waarin geluidsopname, meditatie en muziek samenkomen in een kinderboek. Oh, nou we gaan kijken. Dan gaan we het openmaken. Verhaaltjes en liedjes. Och, kaartje, een kaartje. Wat kaartjes openmaken? Wat staat erin? Wat staat hier? Oh, hier, kijk nou. Lieve Nienke, met veel liefde geven. Alright, nou, dat was... Ik ga het openmaken. Ja, ze... mag ik even zien aan de andere kant? Geef ik hier bij het kinderboek. Alrighty, yes, mama. Veel leesplezier. Ik gok dat het ongeveer zo zal gaan. Dan gaan we beginnen. Oh, de QR-code scannen. Oh, kijk, dit kunnen wij. Het maanmannetje. Voor James, Julius, Oliver en Charlie. Blijf altijd dromen. Ik gok dat het haar kindjes zijn. Zullen we beginnen bij de echte bladzijde, de eerste? Dit verhaal gaat over een kindje. En dat kindje, dat ben jij. Ja, dat ben ik toch? Zeker wel. Nieuwsgierige jij wilde weten, is er leven op de maan? Dat is je vader. Hé schat, ik zit midden in de voorlees. Nou, wacht heel even, er gaat iets mis. Is jullie wat zachtjes zijn met het boek? Dank je wel. Nee, klopt. Nee, dat heb je heel goed. Ik heb hem niet gekocht. Dat heb je echt in één goed geraden. Verras me. Wat je ook doet, ik ben blij met alles wat je hebt. Het is goed. Oké, ik ga nu ophangen. Ik snap Wesley hoor. Ik snap hem. Ik ben geen kokkerelle, dus I get it. Dat hij het fijn zou vinden als ik dat meer doe. Maar ik kom niet thuis. Weet je, met de kindjes kroelen, die hebben al gegeten, de opa. Dus dan denk ik, oh. Weet je, zo opruimen mijn eigen spulletjes, wat ik mee heb genomen, hun tassen uitpakken. Harley, honger dus, maak je pap. En dan denk je bij jezelf, ah, oh, verhaaltjes voorlezen. En dan denk je, ja, chips. Nou, nog eten. Chips, wauw, van kinderslapen. Ik kan gewoon zeggen, fuck. Ik wil ook gewoon die vrouw zijn, dat mijn man zegt, oh jee, eten. Terwijl ik denk, ik heb iets te eten voor je hoor. Dus, wacht dat ik gedoucht ben. Snap je? Dit hierboven is gewoon een spiegel. Ik heb er van die folie op laten doen, dat het reflecteert de zon. Dus ze houdt gewoon echt wat warmte buiten. Natuurlijk, je moet gewoon dit scherm dicht doen, wil je echt de warmte buiten houden. Waarom moet het op de grond? Kijk, we hebben... Kijk, je maakt gezegd, het gaat, dat is wel het gevolg van kiezierkussens. Oh. Maar we hebben het hier. We hebben het hier. Nee. Ja, oké, prima. Verder niet zo. Nou, je kan het laten werken, maar dan moet je het doen. Neem me film, want ik wil in mijn onderbroek uit doen. Nou, doe lekker je onderbroek uit, joh. Ik wil toch alleen maar het pleat filmen en dat het dus zo kan liggen. Dit oog. Toren in mijn oog. Dat is gewoon gepleurd, gewoon daarnaast. Harley doet de deur dicht, hè? Ja, mag wel. Ja, hè? Is hij open? Oh, hij is open. Nou, Novi, heel veel plezier. Succes vandaag, wat je gaat doen. En we horen het wel, hè? Je verrassingsdag met oma en je tantes. Ja. Kom maar. Zeg maar, Lulu, kom hier binnen. Lulu, kom maar. Kom maar. Kom maar. Ik ga met jou zo lopen. Goed maar, je zusje en mama. Doei. Zeg veel plezier vandaag. Veel plezier.
lieve dag. Jij ook. We love you. Love jou. Daar gaat ie. Dag Ali. Zeg maar doei. Oh jee. Precies. Het is frisjes, hè? Zullen we de deur dicht doen? Ja. Ja. Gaan we eten? Ja, papa, doei. Wat wil je eten, pap? Oké, okay, let's go. Kom. Dan gaan we. Rennen. Voor je kijken, dat vooral. Mijn god. Voor zijn verjaardag gaat hij vandaag weg. Een dagje erop uit. Op avontuur. Ellie. Brianna. Dat betekent dat jij en ik met je tweetjes zijn om de voorbereidingen te treffen voor de birthday hier morgen. Je hebt ook gelijk. First things first, eten. Papi. Pap, hè? Papi. Ah, je bent dat wel cute kiezen nummer. Nee, we kussen nog niet met op een lege maag. Je hebt gelijk. Kijk wat daar staat. Die random steek in je anus terwijl je in het openbaar bent. Ik weet niet welke campagne het is, maar ik weet wel wat het is, wat het betekent. Ben je ongesteld? Oh, maar ik ben... Staat, hashtag ben je ongesteld. Nee, ik ken het gewoon als anuskramp. Maar is dat anuskramp is een ding. Maar ik vraag je nu, is dat dan iets wat als je nu terugdenkt, heb je dat vaak als je ongesteld bent? Misschien heb je er nog bij stilgestaan, hè? Is dat het dan? Maar het is wel echt anuskramp, maar in combinatie met... Nee, maar dat je menstruatie je anuskramp veroorzaakt. Ja, precies. Daar heb je nog bij stilgestaan, toch? Nooit. Hey meity, hoe is het met jou dan? Hi, je bent lekker op pad voor je broer, hè? Ik heb al leuke dingetjes gehaald bij, was ik naar de Zeeman net? Dat je in de taart kan doen, à la happy birthday vlaggetjes. Maar er zitten wel unicorns op. Maar de kleuren waren zo matching met de taart. De taart is mintgroen, die kaarsen waren pastel. En... Ja, onder het mom van genderneutraal. Kan het. Zou het niet plus, uitmaken, maar... Er is geen grotere dierenvriend dan Novi Jackson in ons huis. Ja, maar ik ben heel benieuwd wat hij in ieder geval gaat vinden als hij 11 of 10 is. Sowieso. Ik heb een karretje nodig, want dit is de winkel waar je heen wil als je een birthday hebt. Net bij de Zeeman wel even ballonnetje gepakt, want ik dacht, ja, leuke kleur, maar het had niet eens gehoeven, want oh my god, ik kan voor mijn kind helemaal losgaan. Wat is dit allemaal? Paw Patrol ballonnen, Paw Patrol, dat vindt mijn kind leuk. Decorative balloon. Slingers. Oh mijn god, dit vindt mijn kind leuk. Ja, dit ga ik sowieso geven aan in de zin van deze beleving, die gun ik hem gewoon. Paw Patrol slingers. Een swirl. Ik cannot. Dit vindt hij ook leuk. De diertjesdingen. Hij vindt ook de diertjesdingen heel leuk. Maar het vloekt natuurlijk met elkaar. Want ik heb namelijk ook op dit gehaald. Je kent niet. Dit kleurt nog enigszins. Daar is ook mintgroen. Dus met voetbal vindt hij ook leuk. Ja, jezus. Kijk, dit is eigenlijk ook gewoon een grote valkuil. Oh, dit voor in de taart. Oh my god, dit is zo cute. Oh, I cannot. Birthday King. It's my birthday. Dit is leuk, toch? Of vindt alleen ik dit leuk? En wordt het vastgemaakt met een speld? Nee, Novi, never mind. Ken je dat? Rechtstreeks zo doorzet. Nee, nou maar. Het is je kind lekker op zijn verjaardag. Dus ook niet, nee. Dit is ook leuk. Dit is I love you. Ja, dat doen we. Maar dat is meteen met kaarsen aansteken. Sowieso moet ik een 3. Van goud, zilver, gekleurd. Mijn kind is kleurrijk, jongen. Je moet ook beslissingen nemen, gewoon doorlopen hier. Anders word je helemaal gek en dan blijf je... Mag je? Kijk, ik sta nu alweer hier, terwijl ik net ook al gekeken. Maar blijkbaar wil ik dit dus toch. Dit dieren in de taart. Toch, dit kan ook. Dit heeft meerdere kleurtjes. Ja, dat is leuk. Steken we er gewoon in. Het kost ook geen drol, jongens. Harley is niet eens jarig, maar dit wil je. Oh god, dit wil je. Dit wil je op je hoofd. Oh, Nienke, zet het terug. Neem afstand van deze hele wand. Terwijl je vader even een broek in laat nemen, doen wij even een bananenbreak. Hij is lekker, hè? Ik vind wel je smaak nog. We moeten nog werken. Oeh, het is een hele luide ook. Ja, met je mond dicht. Kan je het dicht houden? Oog, plakt helemaal je gehemelte, meid. Het is niet wat we willen. Maar ik snap het. Het is, je geniet wel. Het is, in landen, sommige landen, is het zelfs gebruikelijk als je smakt en heel veel geluid maakt bij het eten. Maar Nederlanders vinden dat een beetje ranzig, weet je wel. Het is een schil. Interessant. En neem een hapje. Happy. Inderdaad, ja. En vraag je ook, wil jij ook? Happy, dan zeg je, wil je ook, mama? Kan je delen? Zeg, mama, wil je ook, mam? Doe je zo, mama ook? Ah, mama ook?
Is niet per se, hè? Het was niet echt. Nee. Ik ook? Oké, dan. Dank u wel. Ik moet ze vroeg leren delen, man. Op een gegeven moment komen ze op een leeftijd en dan trekken ze dingen uit de andere kant elkaars handen. En dan zijn ze gierig op hun eigen speelgoed. En die fase moeten ze er doorheen gaan, maar ze moeten wel lesgierig erin gaan. Dan als je niks, zeg maar, daarin meegeeft. Dan krijg je zo'n kind dat denkt dat de wereld om hem of haar draait. Dat is niet handig. Opvoeden begint vanaf dag 1. Ja? Dag 1. Je denkt, oh, dit is een heiltje, er is iets. Nee, aandacht. Kijk maar even wat je doet, maar dat is het enige wat ik wel weet. Strak hand. Zo lekker als kindjes zichzelf kunnen vermaken tijdens het spelen. Echt wel... Cheers! Harde pokoe in de building. Op ons. Gezondheid. Liefde. Geluk. Verjaardagstress. Vorige twee verjaardagen hadden we gevierd in een zaaltje ook. Omdat ik woonde toen met mijn schoonmoeder en dat kon heel veel hoor. Voelde ik me toch altijd een beetje bezwaard. Ik denk, nou hè. Voor de mensen zo eerste en tweede verjaardag. Maar nu denk ik, Loki. Maar ik had ook wel heel veel cadeaus ingepakt. In de opslag. Nee, niet eens in de opslag. Gewoon opgeslagen ergens bij mijn schoonmoeder. Omdat, wil je nu wel eten? Ze wil altijd niet eten. En op zo'n graag doet ze zoals ze eten wil. Wil je het nu? Zal ik het geven? Nee. Snap je? Zo, gewoon. Ja. Oh, je ziet de cadeautjes. Die wil je. Die zijn van Novi. Novi zijn. Wil jij een boekje kijken eventjes dan? Ga maar even kijken, schat. Mooie diertjes. En deze cadeautjes waren gewoon gegeven. Met zijn tweede verjaardag. En ik heb echt zoiets van, ik heb toen wel heel veel opengemaakt. Maar ik heb er nog hier, het is het 5 stuks. Dit gaat gewoon in de herkansing, ja. Ik denk dat er iets was met het kind die wat op de grond gooit, afgeleid. Niet bewust. Oh-oh, weet je wat oh-oh is? Het is niet handig om met een kind dit te doen, hè? Ja, uitdaging dan. Deze cadeautjes. Ik ben een jaar oud, heeft u nooit gezien. Ik weet niet wie het gegeven heeft, dankjewel. Maar iemand heeft het gegeven, zo... Eerst 100 woorden. Helemaal leuk. En hij kent al heel veel woorden, maar er zitten allemaal nog nieuwe variaties bij. Nou, dan kan het naar zijn zus. Hier. Servet. Die weet hij nog niet. Snap je? Vocabulair verbreden is altijd een goed idee. Zal ik deze nemen? Dankjewel. 10 voor 8. 10 voor 8. Volgens mij is hij vergeten dat hij... Kijk je ook? Mag ik even auto rijden? Zal ik hem tillen? Oh, die is land. Zal ik hem tillen? Kom, handje. Ik neem hem mee. Oké. Ik moet zeggen, ik ben zelf erg content met de versiering die ik gemaakt heb. Het is een grote woonkamer, dus je focus je op een hoek. Dat leek me slim. En dan ben ik jarig! Ja! Vandaag is Novi Jacks jarig! Gefeliciteerd, vriend! Novi! Vandaag gaan we je verjaardag vieren. Novi, dat is een grote ballon. Ja, en dit is de speciale... verjaardagsstoel. Dus jij mag hier lekker je ontbijtje eten. Gaan we lekker zitten. Kijk, heb je gezien? Love. Paw Patrol. Paw Patrol hangt daar. Ja. Nof, ga zitten op je verjaardagsstoel. Nee. Wil je dit eventjes voor papa doen? Alleen even zitten? Nee. Waarschijnlijk ga je niet krijgen wat je wil. Kijk me aan. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Vandaag ben jij 3 jaar geworden, hè? Ja. Papa is super trots op jou. En ik vind jou, kijk nou maar. En ik vind je een ongelooflijk leuk ventje en kindje. Verander niet, blijf zoals je bent, want je bent een pracht, jochie. Ja? Mag even rustig aan. Papa houdt van jou, mama ook. Wij heel veel van jou. En we hopen nog heel veel jaren jou mee te maken zoals je bent. Papa houdt van jou. Ja? Oké. Okay. Kusje. Oké. Okay. En een brasa. Van harte gefeliciteerd, Novi Jax. 3 jaar, hè? Ja. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, ik gefeliciteerd. Kijk, denk hoe kom je weg? Ja, het is echt, ik moet echt. Gaan we Loer laten dan nog? Ja, ik ga. Jij gaat weer slapen? Zeker. We gaan even Loer laten. Ja, frisse lucht voor jullie. Zo, ik ga nog even. Ja, weet je, we hebben z'n tweetjes. Ik kan nog even tukken. Harley is echt een uitslaper, dus... Ja.
Ik moet het bedutten. Toch? Ik voel me niet slechter dan ik weer ga slapen. Zeker niet. Ik ben een goede moeder. Heb je een versiering gezien? Kom op. Of Maeve mee mocht. Nee, ik zei top. Ik moet de boodschappen doen. Extra handen. Dank jullie wel. Kom maar mee. We beginnen met, zullen we eerst maar langs de, ja, de Hema. Zo, extra taart maar gehaald, want hè, extra mensen toch nog. Zo, alles gescoord in huis. Nog een paar dingen maken. Even één dat doekje voor me pakken. Ja, dat zou ik doen, ja, want je hebt niet onder controle. Kijk eens, alsjeblieft. Je moeder komt straks wat eerder om mij ook te helpen met alles in bakjes doen. Oh, overbelicht aan mijn angel. Nou, zo beter. Ik ga nog wat anders aan doen. Jij vond dit heel leuk, maar ik dacht dat ik het leuk vond. Je kind van 2 jaar, hè? Ik weet niet wat drie, je drie, hij is 3. Ja, hij is... Nee, ik dacht gewoon een leuke rok, sneakers en een crop topje. Okay, ja, niet, ik ga niet, ik doe geen gala aan. Doe je ding. Bro, kan wel, maar gaan we niet doen. Even dit stijf kloppen. Laatst is er klaar mee. Lachen! Birthday girls! Oh nee, zo niet waar. Nee, helemaal niet. Gewoon girls! Girls! Kijk je dat, heb jij dat stress? Krijg helemaal niet. Oh, er zijn mensen. Is er klaar mee? Er zijn mensen. Er zijn mensen, doe open voor mensen. Niet te veel, hè, liever. Hallo! Nee, is een grapje natuurlijk. Nou, hiep, 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 hiep! Hoeré! Oh, rustig! Kijk hem, de visite is er. Ga maar kijken. Wie is daar voor jou? Kijk, wie is daar? Prusje, ga maar groeten. Nopie, kijk, die had ik niet verwacht. Is dit Nopie? Wat heb je gekregen? Mijn maag gaat best wel hard. Yeah, wat heb je gekregen? Moet sturen, oh jee. Ja, ja, ja. En hier Emma. Oh, wauw. Nou, dit wordt een gevalletje. Meenemen naar buiten. Oh, wat mooi, Nopie. Was van jou, hè? Ja. Recycled gifts, recycled goods. Wat op, remmen, vriend. Eerlijk, maar wat vind je van mijn medische cake? Het is spannend, hè? Great. Dit is echt het beste ooit. Great, ja. Maar ik moet zeggen, deze cupcakes, Jace gemaakt. Jace, shout-out naar jou. Shout-out naar jou. Op je gezondheid, Jace. Zo. Dan wordt het helemaal wat. Het wordt helemaal wat. Harley krijgt ook een cadeautje. Of niet? Ik heb ook een cadeautje van haar. Zo, oh, maar jouw cadeautje. Het is gewoon een tas. Het is gewoon lekker. Wat heb jij? Ja, een batterijen. Batterijen moet het nog in. Klop. En een bal. Hallo. Ik kan je één ding zeggen. Die bal gaat binnen niet in de activatie. Die maak jij nu vast voor niemand. Hij draait al. Weg zijn de glazen. Heb jij een koffie gekregen? Oh, die is wel heel schattig. Ik weet nog wat, we zeiden niet te veel mensen. Waar ging het mis? Wat gebeurde er? In McLovin. Gezelligheid. Heel leuk. Je bent met iedereen praten, maar ook gelijk met niemand. Je bent alles aan het eten, gelijk met ook niks. Je bent continu je drank aan het zoeken, dus je drinkt. Eigenlijk ook niet. Oh, het is semi-rustig hier. Ik kan er ook even niet bij. Oh. Nou, ik sta gewoon even hier. Ik ben gewoon even hier lekker in mijn eentje. Oh, ik moet straks wel de taart gaan decoreren natuurlijk. Oh, niet vergeten. Ik heb helemaal dit soort dingen gehaald. Ja, special. Maar ik vraag me dan af, werkt die glue? Of is dat gewoon een illusie? Want ik had glue gehaald voor dit. Ik denk dat is leuk op zo'n taart. Dan doe je nog een beetje versierings. Pleurt gewoon op je. Mooi is, zo'n kind blaast, bacillen op de taart. Dat is het moment ook weer voorbij, zo is het ook. Wow, no! Wat, oh, zal ik je helpen? Zal ik je helpen? Wacht. Ja, kom maar. Ga maar zitten. Ga maar zitten. Die helm ook, die helm. Wat een goed cadeau, Bia. Bia, wat een goed cadeau. Allemaal goed cadeau. Wou zeggen, Bia. Gewoon driptaarten. Oké, okay, zijn die niet echt goed gedript hoor? Hij is niet helemaal lekker gedript. Oh, aan deze kant wel. Dit zijn van de, snap je? Van de Hema. En die ga je dan helemaal zo decoratingen. Dat leek mij nou dus geen handel. Maak je er gewoon een feest van. Steek je dit? Dit is een vulkaan. Ja, why not? Ja, Lima. Why not? Oh nee, kijk. Lima is er wel, maar Lima is er wel. Question is, doe je dan deze drie? Of doe je dan, ja sorry, ik vind dit een hele leuke drie. Is het witte, is het te girly? Bij de unicorn
was dat meer, maar dit is misschien nou wel dat je denkt... Ja, je hebt gelijk, je zegt het. Het is een beetje uniek. Hey! Hey! Ik sta er voor.
Te vroeg, te vroeg, te vroeg.